allemaal, we zijn vandaag bij de jaaropening en bij de opening van het nieuwe gebouw van In Holland Amsterdam. Komen jullie met mij een kijkje nemen? Achter mij is de jaaropening druk bezig. Ze zijn nu bezig met een live show en dit gaat vooral over samenwerkingen in de regio. We willen dat jongerenwerkers in de stad veel meer samen gaan werken en ook van elkaar gaan leren. En op die manier hopen we dat we over een aantal jaar kunnen zeggen dat we in Amsterdam de beste jongerenwerkers hebben. Dat is wel de ambitie die we hebben. Ik vind het gewoon mooi om met onze studenten, onze relaties, onze collega's dit gewoon samen te vieren. Wij mochten samen met de rest van de band, Hunk, mochten wij spelen op de opening. En dat was superleuk, want ja, dit hebben wij ook nog nooit gedaan. Ik ben gevraagd als kunstenaar, gegraafd ontwerper, om samen met de City Dressers een banner te creëren. Die kunst en toekomst en kennis met elkaar verbindt. Ik ben degene die de straatnamen en de pleinen en de stegen, daar komen we ook stegen, en de gracht, de namen daarvan heeft bedacht. Ik ben een kunstenaar en ik doe mijn onderzoek hierbij in Holland. De bomen zijn gekomen via Sluislabs mobiele bosproject en zij vroegen mij: Kim, kan je de vogels brengen? Dus dat heb ik gedaan met een film en een geluidsinstallatie. In het kort is mijn boodschap no excuses, no limits. Dat kennen we allemaal wel, dat stemmetje in ons achterhoofd. Die zegt, maar kan ik dit wel? Ben ik wel goed genoeg? Nou ja, al dat soort vragen. En ik heb eigenlijk geleerd van kleins af aan, door het opgroeien met een fysieke uitdaging en alle obstakels en uitdagingen, dat juist als je excuses voor jezelf maakt, dat je dan pas jezelf gaat beperken. Zo, ik sta nu hier naast Roos Blom. En Roos, wat ben jij precies aan het doen? Ik ben aan het fietsen en tegelijkertijd maak ik dan een smoothie. Achter mij zitten een paar studenten en ik ga hem wat vragen stellen over wat zij van deze opening vonden. Ja, ik kwam van naar boven en ik zag het confetti en toen dacht ik gelijk feest. Het zag er echt schitterend uit, de gastsprekers spraken ook echt mooi. Ik vond het echt leuk. Ja, mega leuk. En wat vind je van het nieuwe gebouw? Heel erg imposant. Ik vind het heel leuk dat het zo modern is. Vooral, ik kwam net van de middelbare school en dat is totaal anders en zo groot. 7000 leerlingen passen er ook in. Ik vind het eigenlijk gewoon fantastisch. Max, ik kom wel en de sleutel en de kwartje. Nou, we hebben vandaag het nieuwe gebouw in Amsterdam, Sluisbuurt, geopend. En ik heb deze sleutel gekregen van de directeur vastgoed van In Holland. Zij was verantwoordelijk voor de bouw. En ik heb nu de sleutel gekregen van ons nieuwe gebouw om als goed huismeester ervoor te gaan zorgen. En om onze samenwerking te onderstrepen met In Holland hebben we ook een klein cadeautje uitgekozen. Die willen we graag uittekenen. Dit is een cadeautje dat we hebben gekregen van het ROC van Amsterdam, het MBO. Omdat zij hier op de tweede verdieping met onze laboratoria delen en een aantal klaslokalen hebben. En dit symboliseert de verbinding tussen het MBO en het HBO. Wat vond jij van deze opening? Ja, leuk. We hebben veel gedaan. Er zit veel sfeer in het gebouw en er waren lekker veel mensen. Dus het was gezellig. Na leuke positieve reacties sluiten we af met een lekkere borrel en een leuk feestje. Bedankt voor het kijken en tot bij In Holland Amsterdam.